iedereen van het internet. Bedankt om te klikken op deze gloednieuwe video. Ben er weer. Ja. Maar vandaag wil ik over iets hebben dat wel eigenlijk wel een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, sneu is. Maar voordat we deze video gaan beginnen, wil ik toch iemand bedanken dat één reactie heeft geplaatst. Bedankt daarvoor. Een andere intro, gewoon een tip. En dat waardeer ik echt enorm. Want jullie reacties zijn altijd welkom en daar hou ik zeker rekening mee. Ik hoop echt in de toekomst dat ik meer reacties ga krijgen en meer duimpjes ga behalen. Want op mijn vorige video had ik dan 1 reactie, zodat ik al zei. En echt, als ik hier 5 duimpjes op krijg, dan ga ik morgen, je hoort het goed, echt morgen een nieuwe video plaatsen voor jullie. Dus aan jullie de keuze als ik hier 5 duimpjes op krijg. Ik weet, het is echt niet veel, maar voor mij is dat echt veel op mijn kanaal. Ik krijg dat bijna zelden. Maar genoeg gepraat daarover. Ik heb al een tijdje een nieuwe huisdier en jullie gaan zeggen waarschijnlijk van dat is eigenlijk wel sneu. Maar ja, zodat je al weet, een, of nog niet weet, ik heb een slang. En nu gaan jullie denken van snap King Tita, hè, van dat sss, omdat hij niet echt goed kan praten of zo, weet ik veel. Ik moei mij daarmee niet, maar ja. Misschien weten jullie dat niet, maar een slang eet muizen. Nu ga je zien hoe dat, ja, mijn slang eigenlijk de muis helemaal opeet en zo. Maar ik ga daar echt stukjes van afknippen, want anders duurt dat veel te lang om naar te kijken en dan is dat niet leuk. Dus geniet ervan! Vonden jullie ervan? Ja, eigenlijk niks boeiend. Je ziet alleen een slang dat een muis opeet. Maar ja, misschien vonden jullie dat interessant. En ja, ik wou dit met jullie delen. Dus ja, hebben jullie genoten van deze gloednieuwe video? Vergeet dan zeker niet op het abonneerknop hieronder te klikken. Dan word ik echt enorm hard. En ja, meer moet ik niet zeggen. 5 duimpjes op deze gloednieuwe video en dan krijg je morgen een nieuwe video van mij. Is dat niet leuk? Dan weet ik het toch niet. Dus, 5 duimpjes weer al. En dan zie ik jullie misschien morgen. En dan zeg ik nu, ciao!